Mijn naam is Franca van Bommel. Ik werk als decaan op het Luzak College in Eindhoven en Breda. En daarnaast werk ik ook zelfstandig als studiekeuzeadviseur. Ik ben Simone Slagboom. Ik ben decaan bij VMBO Olympia Eindhoven. We zitten sinds ruim 10 jaar in dit prachtige gebouw en daarvoor elders in Eindhoven. En wij hebben alle leerwegen in huis. En eigenlijk vanaf dat ik decaan ben, gaan wij klassikaal met alle leerlingen naar de onderwijsbeurs toe. Voordat ik naar de beurs ga, zorg ik altijd dat ik lessen inplan met de leerlingen, zodat ze van tevoren in ieder geval op de hoogte zijn wat we gaan doen. We bekijken de website, we bekijken de opdrachten die er zijn, de plattegrondjes, zodat ze van tevoren al een beetje een selectie gaan maken wat ze moeten gaan doen. En ze krijgen opdrachten mee. En sowieso bij de hele bovenbouw brengen wij het onder de aandacht bij de ouders door ons nieuwsbrieven. Ik geef altijd een korte uitleg van de onderwijsbeurs op de ouderavonden. Ik raad andere decanen aan om ook een bezoek te brengen aan de beurs. Het is laagdrempelig, informeel en er zijn toch heel veel opleidingen bij elkaar verzameld, zodat je niet her en der hoeft te gaan kijken. Het is een hele mooie eerste kennismaking met vervolgopleidingen. Nou, ik raad het hele VO en ook specifiek de loopbaanbegeleiders en decanen aan om de onderwijsbeurs te bezoeken, zodat ze een goede indruk krijgen van wat er te koop is. Om ook de leerlingen de mogelijkheid te bieden om breed te oriënteren. En op die manier in hun hele loopbaanbegeleiding de mogelijkheid te bieden om leerlingen op die manier te helpen een keuze te maken die van breed naar smal gaat. En het in te bedden in hun ook in hun LOB met een lesprogramma, zodat het ook waarde krijgt voor een leerling wat ze daar zien. Want een leerling heeft die reflectie naderhand echt nodig om betekenis te geven aan wat ze daar gezien en gehoord hebben. Dus, en dan krijgt het ook waarde.